ook te maken heeft gehad. Gert-Jan Verbeek was sinds vorige zomer trainer bij het Australische Adelaide United. Tot corona ook daar toesloeg. De situatie is daar niet al te ernstig met 88 doden tot nu toe. Gert-Jan, wat was het moment dat je dacht van wegwezen hier? Er waren eigenlijk twee dingen. Stoppen van de competitie. Te horen krijgen dat je niet meer mag trainen met elkaar. Dus schema's gaan maken. Dezelfde avond nog een mail krijgen van de club dat het salaris meteen wordt stopgezet. Dus de eerste competitie. Geen halve maatregelen? Nee, inderdaad. Meteen direct vol erop. En ja, het tweede moment was eigenlijk een 14 dagen later, waarin er steeds meer onduidelijkheid kwam van of er nog wel gevoetbald zou worden. Het bleek dat er helemaal geen gesprekken werden gevoerd tussen Fox, de grote sponsor van de league, de FFV, de KNVB van Australië, en de eigenaren van clubs. Want elke club heeft een eigenaar. En ja, dat was heel veel onduidelijkheid. En daarbij kwam ook nog eens een keer dat er steeds meer luchtruim dicht ging. Perth ging dicht, Brisbane ging dicht. Als ik nou niet weg ben? Ja, als je nou niet weg bent, dan zit je misschien voor maanden daar zonder inkomen. En je weet niet wat het virus gaat doen en je weet niet wanneer het wel open gaat. En want er wordt daar zelfs gesproken van de anderhalf meter politiek kan wel eens tot het eind van het jaar opgeld maken voordat er een virus is ontdekt. En dan is het geld snel op. Dan is het wel een heel dure vlucht. Ja. En terugvliegen is heel lang vliegen, weten we allemaal. Was dat een anderhalve meter vlucht? Nee, dat is ook weer zo bijzonder. Hè. Dan denk je van, die veiligheidsmaatregelen zullen wel genomen worden. Maar zowel van Adelaide naar Melbourne en van Melbourne naar Doha, daar staat chockvol. En ja, dan ontkom je er niet aan dat er contact is. Dus dan hoop je maar inderdaad, hè, dus kiezen tussen twee kwaaien. En je zat een beetje gezin? Ik zat er met mijn gezin, ja. En vandaaruit dat het ook goed is geweest dat we 14 dagen afgezonderd in het bos hebben gezeten. En gekeken hebben hoe het zijn uitwerking heeft. En gelukkig zijn we nog steeds allemaal gezond. Maar. Ja. Ik zag in de winter zag ik foto's voorbij komen van jou vanuit Australië. Deze bijvoorbeeld, want je bent een fan motorrijder. Ik heb ooit nog bij je achterop gezeten. Ja. En je hebt gelijk een Harley aangeschaft. En ook gewoon zo met je gezin, met die hoed op. En ik dacht, ja, die pas daar, joh. Die komt nooit meer terug. Had je het naar je zin? Ja, we hadden het ontzettend naar ons zin. En vooral was ik blij dat mijn vrouw en de kleine ook zich goed hadden aangepast. Die kleine praat nu beter Engels als Nederlands in 8 maanden tijd. Dus zinnen, net 3 geworden. Net 3, ja. Dat was hartstikke leuk. En we hebben een ontzettend leuke tijd gehad. Naast het werk wat ik ook heel leuk vond met de club. De competitie met al zijn rariteiten. Hè, want het is wel vreemd met 27 wedstrijden, 11 clubs. Hoe dat allemaal georganiseerd wordt. Afstanden die je moet vliegen. Perth wat 3500 kilometer verderop ligt. Dus ja, dat waren allemaal uitdagingen en challenges die je hier in Nederland niet hebt. En dat was echt een verrijking. En het is jammer dat het zo eindigt. Ja, sportief gezien ging het best goed. Hè? Je maakt nog kans op de play-offs. En jullie hebben de beker gewonnen. Ja, de beker wordt voorafgaand aan het seizoen gespeeld. Dan heb je ook wat goede oefenwedstrijden. Maar dat is natuurlijk met dat soort afstanden heel moeilijk om goede tegenstanders te krijgen. Dus de beker was eigenlijk voorafgaand aan het seizoen en die wonnen wij. Dus een goede start. We hebben het hele seizoen eigenlijk bij de eerste 4 gespeeld. De laatste paar wedstrijden door wat blessures hadden we wat mindere prestaties, waardoor we uiteindelijk op de 7e plaats zijn geëindigd. Maar ook daar heb je een aantal ploegen die meer wedstrijden hebben gespeeld dan de ander. Dus we deden nog volop mee om die play-off positie. We hebben beelden van die bekerfinale. Even kijken. We hebben een beetje sfeer ook hoe het daar eraan toe gaat. Ja. Tonight it's all about that particular trophy as Adelaide United beat Melbourne City. Against Sydney. Oh, that's a lovely ball. Al-Hassan Touré, Milosevic in the middle. Oh, he went near post. Al-Hassan Touré. Halloran. And a tap in. Nicola Miller. The cup is staying in Adelaide surely now. He knows the job is done. There it is. Cup Kings indeed. The Reds, the first team to retain the FFA Cup and the first team to win it 3 times. Het is wel mooi om te zien trouwens dat twee dames hier aan tafel ook beginnen te stralen. We hebben twee dames voetballiefhebbers. Lilian Marijn is een Feyenoord-fan. En Suze natuurlijk zelf altijd gevoetbald. En ook, nee. Geen, ik ook, 3 dames. Times are changing. Ja. En we gaan je altijd waren betere tijden tussen jou en de club. Ja, toen was je de man. En hadden we natuurlijk een hoogtepunt. En zo waren er wel meer hoogtepunten. Ik zeg al, we hebben heel leuke wedstrijden gespeeld. Heel veel jonge jongens laten debuteren. Zelfs een jongen van 15 jaar. Het jongste ooit in de E-League.
En ja, dat zat er veelbelovend uit. En we hadden ook gehoopt het tweede jaar, misschien zelfs een derde jaar eraan vast te knopen. Ja. Om dat uit te bouwen. Gaat niet gebeuren. Maar dat gaat niet gebeuren, nee. Want je hebt zelf nu je contract laten ontbinden. Je hebt zelf gezegd, ik kom niet meer terug. Ja, voor het, in ieder geval voor het tweede seizoen zelf. Want er was nog sprake van een tweede seizoen, of de laatste vijf wedstrijden. Maar je hebt nu volgens mij vandaag gezegd van... Nou, die laatste vijf wedstrijden zou nog kunnen. Maar ja, dan ik bedoel, ik moet er wel geld zijn, ik moet terugvliegen. En ik moet op een of andere manier wel gecompenseerd worden financieel. Wil ik teruggaan voor die vijf wedstrijden. Maar ik heb mijn tweede contract, heb ik opgezegd. Ja, want de vooruitzichten zijn erg onzeker. Ook de financiële situatie van de club is niet goed. Er komt nog eens een keer bij dat ik ook gewoon de kost moet verdienen voor mijn gezin. En dat kan van hieruit beter dan vanuit Australië. Want Adelaide kan mij geen enkele garantie geven of er überhaupt volgend jaar voetbal is in Adelaide. En wat nu? Ja, wat zijn je plannen? Ja, gewoon hier kijken wat er op mijn pad komt. En hopen dat je hier of daar wat handelspandiensten kan verrichten. Dus we zien wel. En ondertussen komt er een tweede blokhut. Nou ja, iets anders dan. Ik heb hem toen in Dalfsen gezien. Helemaal kijk deze. Helemaal zelf gebouwd. Ja, ongelooflijk. En nu je toch wat tijd over hebt, denk je van ik bouw nog een huisje op terrein. Ja, ik heb er inderdaad nog een stuk bos erbij kunnen kopen. En dat ligt aangrenzend aan mijn perceel. En daar is nog een bouwbestemming op. En die heb ik gekregen. Dus ik heb er een vergunning voor. Dus ik hoef me niet te vervelen de komende tijd als er niks op mijn pad komt. Ja. Hey, maar even nog een andere kwestie. In Australië is natuurlijk de vraag, gaan we nog voetballen? In Nederland ook. Als jij voorzitter van de KNVB was of de baas was over seksueel betaald voetbal, wat zou je doen? Nou ja, ik denk dat er een verstandig besluit genomen is. Hè. Er wordt leiderschap verwacht. En dat betekent dat je beslissingen moet nemen. Dat is gebeurd. En ik denk dat het een verstandige beslissing is om de competitie niet meer te hervatten. Want dan kom je gewoon in grote, groteske problemen. Dat is ook niet verantwoord naar de maatschappij toe. Hè. Als we de verhalen horen vanuit de verpleeghuizen en dergelijke. Dat zijn al hele andere problemen en veel belangrijker. En dan is er een hoop commotie om de wijze... Hoe en de graafschap en Cambuur die zeggen van... Ja. Kom zelfs met een rechtszaak. Ja. Ja, verstandig? Of het verstandig is, weet ik niet. Maar volgens mij, ik heb Jan Smit gesproken. En die heeft me uitgelegd hoe het gegaan is. Oud-voorzitter van Heracles Almelo, waarmee je samen hebt gewerkt. En tegenwoordig commissaris. Kijk, dat weet jij er wel uit je hoofd, hè? Ja, en die heeft gewoon een heel goed verhaal. En, dus ik begrijp het en ik heb er ook begrip voor hoe ze tot deze conclusie zijn gekomen. Ah, als jij trainer was geweest, Gert-Jan, bij Cambuur of de Graafschap... had je dat denk ik niet gezegd, of wel? Nee, maar als je dan trainer bent bij ADO Den Haag en RKC... dan is een andere beslissing weer minder. Even nog naar Suze, want het speelt natuurlijk in Engeland ook. Ja. Hoe gaan ze daar om met het restant van de competitie daar? Want daar zijn hele andere plannen. Ja, de intentie is nog steeds om de competitie uit te spelen. Hoe dan? Ja, dat is natuurlijk vraag 2. Er wordt vrijdag weer gesproken met alle belangrijke spelers. En ja, er zijn plannen, vage plannen over in een korte periode... iedereen, alle spelers, alle trainers, alle verzorgers, alle scheidsrechters... in quarantaine bij elkaar te zetten, af te sluiten van de buitenwereld... en dan op 1 of 2 complexen die competitie uit te spelen. Van in korte tijd al die wedstrijden doorheen jassen, zonder publiek. Ja, zeker. Ja, want dat is echt een enorm... Dat is revolutionair. Absoluut. En we hadden het er net over. Het is natuurlijk commercieel wel interessant, want er wordt nergens gevoetbald. Dus iedereen gaat kijken dan. Ja. Wat al gebeurt natuurlijk naar de Premier League, maar dan helemaal. En creatief, toch? Ja, je moet creatief zijn. Als je al die financiële belangen in de lucht wil houden, dan moet je goed nadenken hierover. Want in september zouden ze dan hier weer moeten gaan voetballen. Zie je het gebeuren? Nou, dat is nog maar de vraag. Hè. Als je die 1,5 meter politiek, als dat overeind blijft, dan wordt dat heel moeilijk. Hè. Tom Gerbers heeft volgens mij verleden week al uitgelegd hè, dat je ook publiek niet binnen kan laten. Omdat een stadion met 6.000 mensen, waar er normaal 30 of 35 in kunnen, dan kun je die 1,5 meter wel. Maar je zit met op en in, erin en eruit en je zit met de toiletten. Dus dat wordt een gigantisch probleem. Dus zonder publiek sowieso. Maar ja, als je 1,5 meter uit elkaar moet blijven, kun je ook niet voetballen. Want dat is volgens mij nog steeds een contactsport. Dan wordt het vast een hele mooie tweede blokhut, Gert-Jan. Ja, die kans is vrij groot. Mag je op bezoek komen, denk ik. Ja, daar kom ik weer. Okay. Straks praten we, hebben net met Suze even gesproken over andere kwesties.